mijn broodje na. Bakker, de oliebollen frituurbak gaat bijna aan, zie ik. Ja, Jerk, we zijn hier in onze prachtige overdekte markthal in Didam. Eén van de, ze zijn er twee in Nederland, maar dit is wel de mooiste. Waar we nu de oliebollen, alles weer in stelling brengen. Naar het vanmiddag om 4 uur beginnen we met bakken tot en met oudjaarsdag, denk ik. Tjongejonge, wat een klus. Zeg, en ik mag je feliciteren, hè? Een keurige 7,0 in de AD oliebollen. Het is prima, toch? Ja, dat is helemaal mooi. We zijn meer dan 30 plaatsen gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ik zeg, ik heb er weer meer achter mij als voor mij. En daar ben ik altijd weer gelukkig mee. Het is nou niet helemaal wat ik graag koppen wil. Maar dat doen we dan volgend jaar maar. Ja, 7,0, kom op man. Dan hoef je absoluut niet voor te schamen. Ik was er op school altijd hartstikke blij mee. Ja, dat is, we zijn er dik tevreden mee. De komende dagen volop in het teken van de oliebollen. Wanneer is hier echt de verkoop in de markthal? De verkoop in de markthal doen we dit jaar alleen de laatste dag, zeg maar. Dus 31 december, vanaf morgens 8 uur tot middags 1 uur of 4. Dan knallen we er hier flink op. We zijn live op de radio dan bij Optimaal FM de hele dag te beluisteren. Daar zullen de mensen geïnterviewd worden. Er zullen quizjes gespeeld worden waar verschillende prachtige prijzen te winnen zijn. En het is gewoon een grote entertainment. Natuurlijk mag de gratis gloewijn en koffie niet ontbreken, dus dat zal er ook zijn. Iedereen van harte welkom. Natuurlijk. Kom maar even lekker een bolletje eten bij de bakker. En dan wens ik jullie allemaal een gezond, maar vooral smaakvol 2014 toe. De bakker.